Goedemorgen allemaal, welkom bij deze nieuwe weekvlog. You just give me a... Het is vandaag maandag, de laatste week van mijn scriptie. Oh my god. Laatste week dat ik aan mijn... Ik moet gewoon even bijna huilen. Ik kan toch niet. Oké, dat komt waarschijnlijk because I'm on my fucking period. En het is echt een kutdag. Ik heb alleen maar... Zoveel buikpijn. Echt lieve genomen. Ibuprofen. Paracetamol. Het werkt gewoon allemaal niet. Gewoon ongelooflijk. Het is dus best wel mooi weer. Ja, het gaat echt van regen naar zonneschijn. Naar, het gaat alle kanten op. En ze zijn bij mij voor aan het verbouwen. En ik irriteer me helemaal dood. En die kutgeluiden. Echt geen rust in mijn leven. Maar goed, ja, het is gewoon niet mijn dag. Wel de laatste week dat ik dus hier zit. Ik denk dat jullie deze plek echt uitspugen. Nou, ik kan je vertellen, ik spuug hem nog veel meer uit. Want ik zit hier al maanden. Ik voel gewoon alsof ik gevangen zit in mijn eigen studie of zo. Nou, it's not fun. Ik heb ook wel geen zin meer om me klaar te maken, om leuke kleding aan te doen, om make-up op te doen. Voor wie? Voor wie? Jongens, ik zit heel de dag achter die laptop, achter dat scherm te staren, na te denken, mijn hersenen te kraken. En waar doe ik het voor? Ja, dat weet ik wel. Maar voor wie ga ik dan make-up op doen? Voor de sportschool? Hell no. Want ik heb alweer tijd tekort elke dag. Dus dan denk ik van... Ik kan gewoon niet wachten tot ik er maar klaar mee ben. Dus ja... Ik ga zo meteen wel even gezellig een rondje lopen met Bo. Dus dat is wel leuk. Ik heb net even heerlijk een rondje gelopen met Bo. Het was echt even een lekker zonnetje in mijn gezicht. Wat ik echt nodig had. Ik ga nu... Ik had dit laten vallen. Zo'n scherp speldje. Nou, als je daarin staat, is niet fijn. Ik ga nu even mijn spullen pakken. Want ik ga bij Stan eten. Zijn ouders zijn op vakantie. En eigenlijk... Stan is aan het werk. Dus hij is er helemaal niet. Maar ik ga er wel eten. Want ik vind het gewoon zo chill om alleen te zijn. Dit klinkt zo fucking triest. Maar ik vind het gewoon heerlijk om even lekker alleen te eten. En als school te zitten, een serietje te kijken. Dus ik ga dan daar even eten en chillen. En blijf ik ook slapen. Dus dat is wel gewoon gezellig. Dus ik ga even mijn spulletjes pakken. Ach, die zomer is voorbij. En ik ben zo wit. We need some something. Ik ga even deze opdoen van Rock Brun. Dus een serum. Het voelt wel goed. Nou, whatever. Ik zie het niet. Ik heb dus net een beetje skincare opgedaan. Doe ik dan over mijn skincare heen. Mijn wenkbrauwen mogen nog steeds niet nat zijn. Morgen mag ik weer douchen. Dus ik ga morgenochtend sporten. Dat ga ik mezelf echt beloven. Als ik het niet doe. Helemaal gek. Ik ga het doen. En dan kan ik daarna lekker mijn haartjes wassen. Oké, ik ga dit even uitsmeren. Moet ook maar niet te veel. Want anders ga je het ook weer zien. Goed je handen wassen. Want dit is dus doorzichtig spul. Dus je ziet het nu niet op je handen zitten. I made that mistake. En echt van die zelfbruine handen ziet er gewoon fucking goor uit. Ik ben lekker weer staan en heb eten gemaakt. Ik heb nasi. Lekker met komkommer, augurk. Kipsaté en zo. Helemaal chill. En ik ga Gossip Girl kijken. Yay. Hallo jongens. Ik ben dus al een tijdje bezig. Oh, ik bedoel, anders hier weer spiegel in jullie dan. Ik ben dus al een hele tijd bezig. Of voornamelijk aan het brainstormen met hoe we dit aan moeten pakken. En heel veel mensen zeiden tegen mij. Dit moet je natuurlijk gewoon verkopen. Want jij hebt het gewoon gemaakt. Maar aan de andere kant wil ik het ook gewoon aan jullie geven. Maar weet je, de businesswoman in me zei, no. Vaak de vraag naar krijg, is naar mijn achtergrond van mijn laptop. Ik heb hem de laatste tijd nu een beetje geüpdate. Maar dit maak ik dus altijd zelf. En ik vind dat gewoon heerlijk om te doen. I love organizing things. En ik vind het gewoon chill. Ik heb hem nu per maand. Dus je kan hem dus ook per maand kopen. Maar je kan hem ook gepersonaliseerd kopen. Ik vind het gewoon chill. Oh, het is 19e. Oh, dat is die. Je hebt nog 1 week september. Dus weet je gewoon een beetje waar je bent. Dan heb ik hier notities. Dus hier heb ik bijvoorbeeld een notitie voor school. En hier voor werk. Dan kan ik al mijn to-do's opschrijven.
Dan heb ik hier mijn, al mijn mapjes die met werk te maken hebben. En hier met persoonlijk, school, alles. Dus dit. Ja, I love it. Ja, dit heb ik dus net even allemaal gebruikt. Dus dit ga ik dan meteen weer goed opbergen in een mapje. Dat het allemaal weer lekker opgeruimd is. Want anders kan ik het overzicht niet meer zien. En I don't like that. Nou, ik heb dan bijvoorbeeld nu deze september achtergrond. Maar wat je dus ook kan doen. Ik heb dus een Etsy shop gemaakt. En dan kan je het dus kopen. Dit is hem. De linkjes zal in de beschrijving staan. Deze is wat duurder. Deze is 12 euro. Omdat ik deze dus gepersonaliseerd ga maken voor jou. Dus dan kan jij je eigen voornaam, je eigen naam en achternaam krijgen. Een foto naar keuze. En een kleurenpalet naar keuze. Dus dat moet je dan natuurlijk even laten weten. Dat kan dan hier. Je kan natuurlijk ook altijd mailen of weet ik veel. Ziet er dus zo uit achter je laptop. Maar ik heb hem dan hier zo gepersonaliseerd van mezelf. Dus met mijn eigen naam, foto en kleuren. Maar ook heb ik, ook ga ik dus elke maand een nieuwe erop zetten van deze maand. Dus nu heb ik deze van september. Ga ik met oktober, november. En die is dan dus wat goedkoper. En je krijgt ook zo'n zwart mapje erbij. En hier is een uitlegvideo met hoe je zo'n zwart mapje moet instellen. Dus dan leg ik in deze video uit hoe je zo'n blauw mapje naar zo'n zwart mapje krijgt. En dat zwarte mapje krijg je er dus ook bij. Ik heb dit nu voor deze prijs gedaan. Maar ik zit gewoon heel erg over de prijs in van, is dit het duur of is dit het goedkoop? Of ik heb echt geen idee, jongens. Ik heb geen idee. Dus laat me vooral weten wat jullie ervan vinden. En ja, ik zou het leuk vinden als jullie er ook in aanschaffen. Want ik heb er best wel veel tijd in gestoken. Dus eindelijk verdien ik er dus niet heel veel mee. Maar ik vind het gewoon heel leuk. En ik wil het gewoon een keer proberen. Maar de link zal in de beschrijving staan. Dan ja, kan je hem laten weten. En misschien loopt het wel. Misschien denk je echt, what the fuck. Dus nou ja, we gaan het zien. Het is altijd leuk om dingen te proberen, toch? Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Ik ben bij Stan geworden. Ik heb lekker even een cappuccino gemaakt. Yum. En ik ga zo meteen lekker sporten. Het is 7:30 of zo. Dit superleuk sportshirtje van AIM aan. Echt obsessed. I love the kleur. En de fit. Lekker voor de winter in het najaar. Dus ik ga zo meteen lekker sporten. Deed ik benen nog. Helemaal zin in. Oh jongens, ik open gewoon mijn laptop en ik word er gewoon weer zo blij van. Ik heb hier dus twee van die plaknotities. Dat heb je dus op MacBook. Dan heb ik hier een school en werk. En dan weet ik hier bijvoorbeeld voor samenwerking wat ik vandaag wil doen. Of gewoon voor de aankomende week. Ik ben nog niet helemaal klaar, moet nog beter invullen. En dan gewoon die soort mapjes. Nou, dit is dan nu even aan het exporteren van Final Cut Pro. Dus het staat dan hier even lelijk. Maar, oh. I fucking love it. Echt, die mascara die ik heb gebruikt van Friday is niet normaal. Holy shit. Ik krijg dus heel vaak de vraag over mijn mascara. Maar het heeft oprecht nog nooit zo mooi en met volume gezeten. Ik heb dus deze mascara's gebruikt van Friday. Eentje voor volume en één voor define en curl. Hier kwam het in. Friday mascara. Super coole verpakking ook. Nee. Maar dit is toch echt, I love it. Ik moest dus een advertentie filmen voor Voltaire sneakers. En nu hebben we allemaal fucking mooie Dunks en Jordans en zo. Ik mag ze niet houden, by the way. Dat zou echt een droom zijn. Deze vind ik vet. Deze zijn echt fucking vet. Amazing. En deze vind ik ook zo vet, deze kleur. Maar dit is toch gewoon fucking goals. I mean, like, need it. Heb ik vandaag de vlog al geopend? Volgens mij niet. Maar allemaal, het is vandaag woensdag. Ik ben weer in de keuken aan het bezig zijn met scriptie. Gisteren had mijn moeder zelfgemaakte pizza gemaakt. En ze had er ook één extra voor mij gemaakt. Tot vandaag als lunch kon eten. Hoe chill. Dus ik ga het even op de camera doen jullie. Met mozzarella, pesto, paprika. Ik heb er zelf even jalapeno's op gedaan. Rode ui. Ranig. Witte broek. Mmm. Mmm. Nou.
Dit is gewoon niet normaal. Zo, pittig. Precies wat je wil. Love it. Ik ben er helemaal klaar mee, jongens. Ik word gewoon gek in mijn hoofd. Ik word gek in mijn hoofd van die kutscriptie. Ik kan gewoon geen woord meer lezen. Ik word gewoon helemaal gek. Ik kan gewoon maanden ben ik er gewoon al mee bezig. Ik kan gewoon niet geloven wanneer dit voorbij is. Dat ik gewoon geen stress in mijn hoofd heb. I think I will be a happier person. Maar ik wil je even wat pakketjes laten zien die ik dus heb gekregen. Als eerste is van Murat. Ik heb hier dus twee producten van gekregen. Ik ben er heel benieuwd naar. Van FS Agency. Thanks. Hydrating toner en een brightening serum. Oeh, wat ziet het er chill uit. Cute, even kijken hoor. De stop. Dus het lijkt een beetje op deze. En deze is bijna op. Lijkt er heel erg op. Dus dat is top. En de serum. Dag en nacht. Massage over de face, neck en chest. Healthier looking skin. I'm crazy. Het lijkt me zo heerlijk. Als je gewoon mooi kan zingen. Dat lijkt me zo leuk. Het is gewoon echt een droom. Maar ik kan het gewoon echt niet. Ik kan gewoon echt niet zingen, joh. Dat is echt vervelend. Vroeger dacht ik wel dat ik het kon. En ze hebben altijd Saar, je kan niet zingen. Waarom zing je? Ik dacht echt goed dat ik goed kon zingen. Hè? Dus ik, ja, mijn broer werd natuurlijk helemaal gek van mij. Want het klonk gewoon ergens naar. Hij denkt echt, wat de fuck gebeurt hier? Kan dit nu stoppen? Gelukkig heeft mijn broer me weer houden. Lekker. En even een zonnebrandje op. Dit is mijn fave van Lancaster. The Sun Beauty. De zonnebrand is het allerbelangrijkste ooit. Ik doe het elke dag op. En wat ik nog meer aan jullie wilde laten zien, was de Morphe 2X Maddie Ziegler collectie. How cute is die verpakking al. 4 gel liners in deze kleuren. Heel leuk, dus in deze kleurtjes. Dan een gloss stick. Dus dit is eigenlijk gewoon een soort balm. Een gloss in 1. En het melts into the skin. Oh, het voelt wel heel lekker. Natural glow. Oh. Dan Morphe kwasten. Cute. Kom altijd goed van pas. En dan als laatst deze oogschaduw palet. Nou, hier ben ik echt. Oh, dit is Maddie trouwens. Ik moet dus zometeen mijn scooter wegbrengen naar de garage. Hij moet even een onderhoudbeurt. Dat heb ik namelijk nog nooit gedaan. En ik heb die scooter al 2,5 jaar. Oh, ik ben zo. Ik zeg het al 2,5 jaar. Of nou, nu 2 jaar. Zeg ik. Dat ga ik echt doen. But I don't. En mijn auto is ook naar de APK. Dus dan heb ik gewoon niks. Die verpakking vind ik zo leuk. Oh. Die kleuren. Ja, dit is echt geweldig. Als je een paarse look wil. Mooie goud en zo. Very nice. I'm obsessed with it. Wil ik jullie even delen. Even leuk doen. Weet je, even leuk doen met de meiden. Het is inmiddels 7:30. En ik moet nog koken. In ieder geval moet. Zo, wat is een raar overlicht lucht. Ik ga nog koken. Want Stan die heeft ook stage. En woensdag is hij als enige avond vrij. Want verder moet hij werken. En heeft hij voetbal en zo. Dus hij is uit zijn stage gaan sporten. Ik ga lekker koken voor Stan en zijn broertje en mij. Ik heb lekker een biefstukje. Heerlijk. Lekker met peper en zout. Ik heb aardappeltjes gekookt. En die ga ik lekker bakken in de pan. Hier ga ik biefstukjes in bakken. En ik ga lekker broccoli maken. Lekker een AVG'tje. Maar wel een spicy. Gewoon even lekkerder. Oh, en ik heb ook lekker wit broodje gehaald. Voor bij de biefstuk. Lekker een chroma bakken. Lekker dicht slippen. En lekker een rood wijntje natuurlijk bij biefstuk. Ja, heerlijk. Ben je alcoholist of ben je levensgenieter? Oh. Ik vind rode wijn nog lekkerder als witte wijn, denk ik. Dat meen ik oprecht. Rode wijn is zo goddelijk. Oh, shit. Goedemorgen al. Het is vandaag donderdag. Ik ben wakker geworden bij San. Die biefstuk gisteren was echt fucking lekker. Het was zo lekker. Love it. Stan en ik zitten helemaal into Vampire Diaries. Ze zijn echt al de helft van seizoen 2. Dat gaat echt functioneel. Ze zijn echt helemaal obsessed. Maar ik ga nu naar huis. En dan ga ik lekker. Nou, lekker. Dan ga ik weer mijn skipsie.
We zijn weer thuis. Dit pak is toch geweldig. Het is een pak van Lounge. Ik heb hem echt al heel lang. Maar gewoon nooit aangehad. Kan ik niet. I'm loving it. En we gaan weer hier zitten. Ik kan niet wachten tot ik hiermee klaar ben. Oh, die pak. Het is inmiddels 4:15. En ik had zoveel zin in een Starbucks. Maar ik dacht, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Want, ja, als ik naar Starbucks rijd, ben ik echt toch wel weer 3 kwartier weg of zo. 1/2 uur. Nou, dat kan eigenlijk wel. Maar wat ik eigenlijk voor idee had, is om hier thuis een chai latte te maken. Omdat ik zag dat we chai tea hadden. Zeg maar, even deze. Dus dan kan ik met chai thee doen en een espresso zetten. En die melk maken met havermelk. Het kan. Let's try it out. Ik ga dat wel gewoon doen. Ik weet helemaal niet of het zo werkt, maar ik ga gewoon proberen. Ja. We gaan een spicy chai zetten. Gewoon echt heel klein beetje heet water. En dan dit heel sterk trekken. En dan een kleine espresso. En dan havermelk erbij. En ik ga er dan ook een beetje vanillesiroop bij doen. En een beetje kaneel en zo. Ik hoop dat het dan helemaal goed wordt en lekker. Oké, we hebben hier de thee. Die moet even goed trekken. Hier een espresso shot. Hier heb ik havermelk, ja die nagels jongen, een beetje vanille bij gedaan. En dan doe je een beetje koek en speculaaskruiden. Dat ruikt echt wel naar herfst. Ik ben eigenlijk gewoon weer een herfstdrankje aan het maken. Ik weet dus helemaal niet hoe dat werkt met een chai latte. Ik kon ook gewoon opzoeken op het internet, maar daar doen we natuurlijk niet aan. Dan denk ik ook een beetje kaneel erbij. Real love. Cinnamon in the fall. Oh, dat is een beetje veel. Ja, de chill is dat dit het meteen lekker mengt. Dat is toch top. Die melk is al super lekker. Oh, dit komt helemaal goed. Ik heb er vertrouwen in. Vergeet ik het soort filmen. Maar ik heb dus die thee bij die koffie gedaan. Dus het zit nu hier bij elkaar. Kijk hoe leuk deze mocktail is van de Xenos. Zo leuk. Kijk hoe leuk deze lepel. Ha, met een aap. Hoe cute. Oké, dit even nog mengen. Die gaat erbij. Ik ben zo benieuwd. Misschien smaakt het niet naar een chai latte, maar misschien smaakt het wel gewoon hartstikke lekker. Let's try it out. Ik heb nu nog alleen die schuim. Ik proef alleen maar schuim. Maar het is wel heel lekker. Het smaakt gewoon lekker naar lekker kaneel en lekker naar een herfstdankje. Maar ik hoef het niet. Dat deed ik wel echt niet. Ik vind het heel lekker. Ja. Ik zeg jongens, try it out. Hoi allemaal, het is vandaag alweer vrijdag. Ik ben vandaag een TikTok aan het filmen. Een What I Eat in a Day TikTok recipes. Dus ik ga de hele dag voor ontbijt, lunch en diner TikTok recepten maken. En ontbijt had ik van die chia pudding op. Ben benieuwd hoe ik het vond en hoe ik het heb gemaakt. Check de TikTok. Ik wou zeggen de gram, maar check TikTok. En nu ga ik boodschapjes halen voor lunch en diner. Dus ja, ik vind het echt helemaal leuk. Ik heb wel zin in deze dag. Dus ik ga even boodschap halen. If I fucking tell you. If I fucking tell you. You need to run to Albert Heijn. Do it. Don't walk. Fucking run. Pak een fucking Ferrari. Want dit, mijn lieve schatten. Dit moet je maken. Deze noodles zijn zo. Oké. You need to run to my TikTok. En moet je even kijken hoe ik dit heb gemaakt. Dit is gewoon niet normaal. Niet pittig. Maar wel cheesy. En je kan hem zo pittig maken als je wil met sriracha. Dus dat heb ik ook een beetje gedaan. Maar je hebt zoveel van die lekkere noedels. En die zijn zo pittig. Ik kan ze gewoon eens eten. Maar deze. Hold up a minute. En de smaak is ook super lekker. Lekker kruiden. Gewoon lekker veel kruidige smaak. Maar niet pittig zeg maar. Holy shit. Nieuwe guilty pleasure. Holy guacamole. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zaterdag. Ik ben wakker geworden bij Stan. Gisteravond hebben ze ouders opgehaald bij Schiphol. Die zijn heel erg gezellig terug van vakantie. En we hebben eigenlijk gewoon niets gedaan. Ik had het gekookt, zal ik dat laten zien? Ik had gisteren de hele dag TikTok natuurlijk gefilmd voor... Ik ging de hele dag TikTok recept eten. Nou, allemaal helemaal geslaagd.
En avond had ik de welbekende vodka pasta gemaakt, maar wel een beetje met een eigen spice. Nu, je gaat zo voetballen, of course. Het is zaterdag. Het is voetbal game day. En ik ga lekker sporten. Ik ga lekker naar sportschool. Gisteren was ik dus met mijn nicht geweest. Super gezellig. En ze ging voor het eerst mee. Zeg maar met mijn routine. Zeg maar met billen, benen en dan heb ik vandaag upper body. Maar ze zei net, ik heb zoveel spierpijn. Maar ik had dat dus ook de eerste keer dat ik dit ging doen. Toen ging ik met Nina mee na spierpijn. Ik heb gewoon dagen niet kunnen lopen. En de eerste paar keer had ik echt spierpijn, jongen. Niet te doen. Maar ja, het is wel grappig. Kijk, nu voel ik dat ik het heb getraind. Maar het is niet echt dat ik spierpijn heb. Het is meer gewoon van, ja, ik voel dat het lekker is getraind. Maar goed, ik ga nu naar de sportschool dus. Ik sport de upper body zin in. En vandaag ga ik verder overdag niet veel doen. Ik denk heel eventjes nog aan mijn scriptie. En vanavond ga ik naar Nina. Dus wij gaan daar sushi eten. Hoop ik. Lijkt me wel lekker. En daarna heb ik een feestje in de avond van vrienden. Dus dat is ook helemaal gezellig. En dan na dit weekend is gewoon mijn scriptie ingeleverd. Oh, ik vind het zo spannend. Ik vind het zo spannend. Ik vind het zo bizar spannend. Dan kreeg ik er helemaal buikpijn van. Ik ben terug gesporten. Ik heb hier de Weerly gesport. Lekker upper body. En ik had gisteren chia pudding gemaakt. Oh nee, een blauwe brief. Please let it be good. I don't like belastingbrieven. Oh nee, ik zie iets geels met betalen. Is dit nou weer? Dit heb ik gewoon overgemaakt hoor. Dit meen je niet. Ik moet gewoon €250 betalen. Ja, dat ga ik dus echt niet doen. Hoe kan dit nou weer? Ik heb... Hè? Ik ga het nu opzoeken. Nou, dit vind ik dus gewoon echt fucking raar. Want ik heb dit gewoon betaald. Stel dat het in september betaald moest zijn. En ik heb het in augustus al overgemaakt. Dus dat kan gewoon niet. Dus nou aan pist. Echt, ik zweer. Ze naaien gewoon bij mij staan. Ze naaien gewoon bij mij staan. Ik word er niet goed van. Ik ga dit eventjes uitzoeken, want hier krijg ik pure paniek van. Dit is mijn chia pudding geworden. Ik had hem een dag ervoor iets fancier gemaakt. Het ziet er zo weird uit. Maar deze heb ik heel simpel. Dit is gewoon letterlijk amandelmelk, chiazaad en zoetstof. Dat het een beetje zoet is. Je kan ook honing doen of whatever you like. Ik ga het even proberen. Dit vind ik ook wel fucking lekker. Zo chill. Echt gezond. Super gezond. Ja. I'm a big fan because I don't really like oatmeal. Like koude of warme havermout. Zo muf. En zo. Is lekker koud. Het is inmiddels 6 uur of zo. Een powernap verder zijn we. Het is 6:30. Is het 6:30? Nee. Ja, het is 6:30. Dit is de fit. Deze superleuke top van Chiquelle. Deze broek trouwens ook van Chiquelle. Weer wederom veel te groot. Dus dan teken we maar op laag. Het ziet er een beetje raar uit, maar die shirt hangt er toch voor. En deze schoenen van Naked. Oh shit, die moet ik trouwens even schoonmaken. Ik kom Nina en Anne hierheen, gaan we ophalen en gaan we lekker sushi en snackbar eten. Wat een combo. Het is vandaag alweer zondag. Gisteren echt super leuk verjaardag gehad. Het was echt heel gezellig. En vandaag zijn, nou morgen eigenlijk, dus onze ouders 25 jaar getrouwd. Maar dat vieren we vandaag. Dus helemaal gezellig. Ik heb even opgemaakt, zo omgekleed, lekker gedoucht. Ik heb echt al 2 dagen vet koppijn. Ik kan echt bijna in mijn ogen kijken. Dus echt heel kut. Ik heb even een ibuprofen genomen, maar... Oh my god, dat is zo naar. Ik weet ook echt niet wat het is. Maar goed.
heel vervelend. Dus ik moet even naar de dokter, want ik heb ook helemaal verstopte holtes en zo. En my eyes. Ik kan ze gewoon die ogen openhouden. Maar ja, ik ben nu daar morgen naartoe. Ik heb er echt heel veel zin in. Helemaal gezellig. En ja, leuk zondag. Helemaal chill. Dit was alweer de weekvlog. Ik hoop dat je het een leuke weekvlog vond. Vond je het nou een leuke week? Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Moet je het vaker doen? Abonneer. En dan vergeet je die zelfbruiner. Oh my god, nee. Oké. Abonneer en hoef je mij nooit meer te missen. Wil je nog meer van me zien? Volg me op de gram. Het is even verwoord. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik je de volgende keer. Doei.